Burgemeester Gotter, hoe hebt u deze avond ervaren? Nou, het was een stevig avondje met 13 insprekers en daarna de gevoelens bij het COA vanuit alle fracties. Er komen emoties los, dat is ook wel duidelijk geworden. Maar ik denk dat we blij mogen zijn met het resultaat. Want uiteindelijk hebben alle fracties gezegd, wij zijn voor een ACC in Zeewolde. Dus die verantwoordelijkheid nemen ze. En het is straks aan het college om een keuze te maken over de grootte van het ACC. Zag u tegen deze avond op, persoonlijk? Nee, ik zag niet tegen deze avond op, maar het is natuurlijk wel een vorm van gezonde spanning. Omdat je niet alleen hier over de raadzaal hebt, maar je hebt het ook over de brandweerkazerne. En je hebt zelf ook wel gezien hoe enorm veel mensen er ook nog buiten stonden. Dus ja, de orde en de veiligheid van mijn inwoners en van mijn bestuurders was wel belangrijk. En de landelijke aandacht die er was? Ja. Vond u dat die aandacht het een beetje afleidde van waar het werkelijk om ging? Ik bedoel, dat wilde ze hier zo komen? Nou, zoals u gezien heeft, hebben wij hier in onze raadzaal allemaal Zeewoldenaren gehad. Zeewolde media, Zeewolde schrijvende pers en twee buitenstaanders. Dus hier hebben we er niks van gemerkt. De landelijke media zat in een andere zaal, hebben het op schermen mogen volgen. Dus we hebben het gewoon een Zeewolder onder ons gehouden met een paar sprekers van buiten, zoals we dat vaker hebben. En meneer Wilders en meneer Kuzu hebben hun verhaal kunnen doen. Maar laten we wel wezen, in Den Haag wordt het bepaald en in Europa wordt het bepaald. En wij moeten het uitvoeren. En ik zei net ook al, van als je daar naar kijkt, dan moeten wij alle sores op ons nemen voor dingen die men in Den Haag en Europa doet. Hebt u vanavond in de discussie voldoende gehoord van waar het college mee verder kan na de discussie? Ja. Het college kan aanstaande dinsdag hier verder mee en ik hoop dat we dinsdag een heel goed besluit gaan nemen. In ieder geval weten we al dat ACC kan komen. Het ACC komt, maar ook een duidelijk draagvlak gehoord? Ik heb voldoende draagvlak gehoord. We hadden natuurlijk al bij onze organisaties, 17 organisaties, draagvlak opgehaald. We hebben vanuit de bevolking toch heel wat draagvlak gehoord. Er zijn wel zorgen en die zorgen is aan ons om die weg te nemen. En daar gaan we ons best voor doen als college. Nou, dank u wel in ieder geval. Graag gedaan.